I'd like to welcome the fake news media, which is back there. Hey, doe even normaal, wat is er aan de hand, jongens? Er is een tijd geweest waarin journalisten nog niet werden beschouwd. Je haalt die foto eraf. Als tuig van de riggel. Die camera gaat uit. Een tijd waarin ze overal welkom waren. Dus wij naar een hotel. Nee, zei, u mag bij mij slapen. Overal naartoe reisden. Toen hebben we een Rambler gehuurd en zijn die 600 kilometer naar de tropische regenwoud van Mexico City gereden. En over onbeperkte budgetten beschikten om hun reportages te maken. 5, 6 weken en dan redde je het niet met 10.000 gulden. Hè? Alles voor het verhaal vertelt het verhaal over een stel uitverkoren verslaggevers. Een verzameling van rare types. Voor wie? In de woorden van de hoofdredacteur, geen land te ver en geen risico te groot was. En op de eerste, de beste dag in Rio de Janeiro ontmoetten we de treinrover Ronald Bix. En het is een prachtig verhaal geworden. En we stonden daar zo op de voorplek van dat schip en toen ben ik spontaan van boord gesprongen. En ik zei van dit is journalistiek, dit is gewoon een test. En ja, sorry, je komt er niet zo goed vanaf. Spring een man uit, trek hem uit de auto, zak over mijn hoofd, boeien. En een lol dat hadden. Alles voor het verhaal vertelt het verhaal van een tijdschrift waar de miljoenen tegen de plinten aanklotsten. Panorama leverde per jaar zo'n 13 miljoen gulden op. En dat is een aardig bedrag wat soms de KLM in zijn geheel niet oplevert per jaar. We deden ertoe. Een ouderwets bastion waar vrouwen hooguit werden gedoogd. Dat is een van de dingen die ik absoluut te danken heb aan de hele redactie van Panorama, is dat ik er zeer snel zeer feministisch door geworden ben. En waar mannen werkten, die alles, maar dan ook alles voor het verhaal over moesten hebben. Want in die tijd kwam cannibalisme nog voor. Ja? Ik dacht, voordat ze me opvreten, zou ik het maar met de dochter van het opperhoofd aanleggen. Het was toch iets om rekening mee te houden. Oh,